Vandaag in de vlog, Kai moet naar de dierenarts rijexamen verhalen en mijn ultieme plantentip. Ik ben bang dat die misschien een zieke muis heeft gegeten of zo. Er zijn er denk ik een stuk of 3 à 4 die de winter niet hebben overleefd. Waardoor ik op een gegeven moment, toen ik wilde schakelen, zijn knie vastpakte in plaats van een versnellingspook. Awkward. Goedemorgen. Nou, het is een slechte morgen eigenlijk, want het gaat niet goed met Kai. Mijn lieve dikke kater. Hij heeft nu denk ik 1,5 dag niks gegeten of gedronken. Dat is echt niet goed. Zeker als je bedenkt wat een smikkelbeer het normaal is. Echt alles wat ik hem heb voorgeschoteld, gaat hij zo'n beetje aan ruiken en dan draait hij zich om. Echt, ik heb zijn normale harde brokjes, zijn natvoer waar hij helemaal gek van is. Dat heb ik wel eens laten zien. Dan likt hij dat schoteltje zo de hele kamer door. Yoghurt heb ik geprobeerd. Stukjes zalm heb ik geprobeerd. Tonijn heb ik geprobeerd. Ik heb zelfs nog van die kattenmelk gekocht. Ik dacht dan, ja, dan krijgt hij minstens wat vocht binnen. Het staat allemaal uitgestald bij zijn voerapparaat, maar het interesseert hem niet. Of althans, hij gaat er wel naartoe. Hij ruikt wel. Hij hangt zelfs even zo'n beetje met zijn hoofd boven zijn brokjes, maar dan, hij eet niks, hij drinkt niks. Het begon gisterochtend volgens mij, zondagochtend. Het is vandaag maandag. Toen ik wakker werd, lag hij gewoon bij me in bed. Dan leek hij eigenlijk nog best wel normaal. Maar toen zag ik dus inderdaad dat hij... toen had ik yoghurt gegeten en ik zette mijn bakje weg. En normaal gesproken duikt hij daarop af. En soms dan mag hij dat dan uitlikken als ik geen zin heb in een discussie. Maar dat deed hij niet. Hij bleef gewoon zo in de vensterbank zitten. En ik vond hem al een beetje... Ja, ik breng veel te veel tijd door met deze kat natuurlijk. Dus ik zie iedere kleine verandering zie ik aan hem. En zijn lichaamstaal is... Zijn hoofd hangt een beetje... Ja, een beetje zoals een mens zich beweegt als hij erge hoofdpijn heeft. Zo langzaam kijken. Het zijn allemaal kleine dingen. Want ja, je kan wel zeggen, ja, hij ligt de hele dag in de vensterbank te slapen. Maar dat is niet heel ongebruikelijk. Maar het gaat duidelijk niet goed met hem. Gisteren dacht ik nog even, het gaat nu iets beter dan vanmorgen. En ik dacht ook, ja, ik kan nu naar zo'n spoeddierenarts die op zondag open is. Maar die zit in Utrecht. Dus dan moet ik hem in het mandje doen. Of met de trein, maar er rijden geen treinen naar Utrecht dit weekend. Of in een Uber naar Utrecht. Ik heb me gisteren de hele dag flink zorgen lopen maken. En ik dacht, zodra de dierenarts open is vanmorgen om 8 uur, bel ik meteen. En ik had zelf mijn eigen eetlust, was ook helemaal verdwenen gisteren. En eigenlijk nu nog steeds. Maar ja, er moet wel snel naar gekeken worden. Dat kan helaas pas vanmiddag om 2:30. Ja, ik probeerde nog aan te dringen van ja, maar het heeft echt spoed. Ik heb geen idee. Ik was vanmorgen heel bang dat ik dan zo de huiskamer inkom dat hij dood ligt. Dat was niet het geval. Hij ligt nu in de vensterbank. Op zich, hij kwispelt met zijn staart. Hij laat zich aaien en dan spint hij ook een beetje. Ik ben bang dat hij misschien... Dat hij misschien een zieke muis heeft gegeten of zo. Of een plant buiten. Of misschien dat ik toch een bloem in huis had. Waar hij van heeft gegeten. Waar hij ziek van is geworden. Nou ja, ik hoop dat de huisarts, de dierenarts er makkelijk achter kan komen. Ik denk dat ze een bloedtest gaan doen of zo. Nou ja. Ik heb niet echt trek. Maar ik ga toch maar even iets te eten maken. En koffie zetten. Verder is het vandaag een hele lekkere, zonnige, mooie dag. Dus ik ga zomaar even naar buiten. Ook voor de afleiding, want het heeft ook geen zin om te gaan zitten wachten tot het 2:30 is.
Dan duurt het namelijk ineens heel lang. Ik moet ook nog wat pakketjes wegbrengen en één pakketje ophalen. Wel echt het saaiste pakket aller tijden, namelijk nieuwe vuilniszakken. Eerst even de planten water geven. De meeste gaan supergoed. Er zijn er denk ik een stuk of 3 à 4 die de winter niet hebben overleefd. Maar die gingen toch al niet al te best. Ik krijg wel eens de vraag van mensen, wat is jouw geheim? Waarom doe jouw planten het allemaal zo goed? Nou, het belangrijkste geheim is dat ik gewoon planten die het niet goed doen, niet meer neem. Dus al deze planten die je ziet, zijn planten die, ja, die of heel makkelijk zijn of die toevallig in mijn huis goed doen. Hier, dus dit bloemetje is nu alweer aan het verdorren. Dat snap ik dan maar niet. Maar wat ik... Kijk, deze heeft helaas de winter niet echt overleefd. Nou, het zou kunnen dat er nog iets aan gaat komen, maar... Nou goed, ik geef hem nog even wat water. Deze is eraan toe om verpot te worden. Maar ja, dat zou nu eigenlijk ongeveer wel weer kunnen. Eind maart. Deze was super mooi. Ik hoop dat hij weer een beetje tot leven gaat komen. Misschien moet ik hem iets meer in het licht zetten. Kijk hoe lang deze is geworden. En deze groeit helemaal de klauwen uit. Ik moet even opzoeken of ik dit op een of andere manier kan snoeien of zo. Want eigenlijk had ik deze eerder bij elkaar moeten binden. Maar ja, ik vond het ook wel leuk dat hij zo de hele kamer in beslag nam. Maar nu gaat het een beetje ver. Maar eigenlijk is mijn belangrijkste verzorgingstip voor planten... liever iets te weinig water dan iets te veel, is mijn ervaring. Het zal wel per plant verschillen en per huis. Maar de meeste planten die bij mij doodgaan, heb ik verzopen. En eigenlijk alle planten die een beetje zo om water staan te schreeuwen, die doen het eigenlijk perfect. En dan geef je steeds kleine beetjes water. Dus niet in één keer een hele plant zo van, ik ben vergeten water te geven, ik ga het compenseren, want dan verzuip je hem dus. Dit is ook nog maar, ik ben even vergeten wat dit was. Volgens mij, ja, die gaat niet goed, maar er zit nog wel een blaadje aan. En deze is, ja, er zit nog wel een knopje in, maar... Nou goed, ik geef nog even één kans. En mijn tabaksplant hier, die gaat eigenlijk voor het eerst sinds ik hem heb niet zo super goed. Er waren wat bladeren afgevallen. Hij is wel hoog geworden, maar ook een beetje kaal, vind ik. En dit blad zit ondersteboven. Waarom zit jij ondersteboven? Dat is lelijk. Goed, misschien heeft die toch wel een beetje een droge winter achter de rug. En dat deze het nog steeds best wel goed doet, is een beetje een wonder, vind ik. Want hij krijgt vrij weinig licht. Maar deze sliert, ja, enorm sliert. Oh jee. Ja, af en toe valt er ook een tak af. Ja, die kan dan wel weer ergens in de aarde. Heb je een stekje gemaakt. En deze doet het op zich oké, maar die moet even opnieuw gepot worden. Want die is helemaal een soort ja, naar de zijkant gegroeid. Beetje raar. Waarom doe je dat? Pakketje opgehaald.
Zo. Ik hoor gelijk een specht. Wat een weertje. Het zou bewolkt worden. Nou, het zijn wel wat wolkjes, maar... Het is toch vooral echt heel lekker. Kijk eens hoe mooi. Een beetje warm aan het worden. Oh. Het is nog een beetje kaal en grijs en bruin, maar er beginnen hier en daar wat knopjes te ontspruiten. Dus dat is wel echt een fijn idee dat het weer lente wordt. Of is het nu al lente? Vandaag kwam die video online over dat ik mijn rijbewijs niet gehaald heb. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan de term gezakt. Gezakt klinkt echt een beetje als mislukt. Dus maar goed, het is wel wat het is. En ik had in die video gevraagd om horrorverhalen over jullie rijexamens. En ik zit er echt van te genieten in de comments. Ja, het is zo... Ja, dit is echt een van de meest leuke en bijzondere dingen aan YouTube. Vergeleken met als dit een tv-programma zou zijn of een Netflix-serie of zo. Dat ik gewoon meteen op de dag zelf krijg ik allemaal reacties waar ik zoveel... Ja, die zo leuk zijn en zo grappig zijn. Of zo vreselijk zijn dat ze weer grappig zijn. En de belangrijkste conclusie is toch wel dat heel veel mensen heel lang hebben gedaan over het halen van een rijbewijs. Volgens mij las ik één iemand die 9 keer examen heeft gedaan. Ja, ik wist niet eens dat dat mocht zo vaak. En wat heb je dan veel doorzettingsvermogen? Dat vind ik echt... Dan wil je het echt heel graag. Er waren heel veel verhalen over vreemde examinators die allemaal rare teksten uitkraamden. Bijvoorbeeld eentje die aan het begin meteen zei... Nou, misschien heb je vandaag wel je dag. Dat is ook wel de toon gezet, zeg. Iemand vertelde dat hij een eend... had een laagvliegende eend had doodgereden en dat toen het examen gestopt moest worden omdat de hele voorruit vol met stukjes eend zat. Er was nog iemand die een eend had aangereden, maar die was wel geslaagd. Oh, deze vond ik ook zo erg. En mijn praktijkexamen was zo ongemakkelijk. De instructeur was nogal nors. Ik probeerde een leuk gesprek ervan te maken, maar het lukte niet echt. Same. Daarnaast zat hij ook heel breed, waardoor ik op een gegeven moment, toen ik wilde schakelen, zijn knie vastpakte in plaats van een versnellingspook. Awkward. Ja, wel gehaald dus. En er was iemand die commentte dat ze in totaal 110 rijlessen heeft gehad. Ja, ik bedoel het niet zo van wow, wat leer jij langzaam? Maar ik bedoel meer van wow, wat een doorzettingsvermogen. Want op een gegeven moment ben je natuurlijk zo ver, ben je daar steeds bijna. En dan denk je, ja, als het nu stopt, dan is het zonde. Maar er waren ook wat Vlaamse mensen in de comments die vroegen of ik dan nu een voorlopig rijbewijs had. Want in België werkt het allemaal net iets anders. Ik had het er met Jesse nog over vorige week. Volgens mij mag je dan als je je theorie hebt, gewoon in een auto rijden met gewoon iemand ernaast die zoveel jaar zijn rijbewijs heeft. Dat hoeft dus niet een instructeur te zijn. Dat is wel echt eigenlijk heel fijn. Dan kan je gewoon echt lekker oefenen. Maar goed, nee, een voorlopig rijbewijs krijg je bij ons niet als je gezakt bent. Absoluut niet. Dus ik moet gewoon weer, lessen straks in juni. En er waren heel veel mensen die vroegen zich af waarom... ging mijn instructeur niet mee met mijn examen. Hij was er wel bij mijn tussentijdse toets. En dat was ook heel handig, want we gingen dus meteen na die tussentijdse toets nog een keer exact die route rijden. Dat je meteen kon doornemen van, nou, hier deed je dit, hier deed je dat. Dat zou op zich natuurlijk bij je examen ook best praktisch zijn. Ik had het ook helemaal niet erg gevonden als hij erbij had gezeten. Dan had hij ook kunnen zien dat het best wel goed ging. Inmiddels is het in mijn hoofd een soort perfect examen geworden, maar dat was natuurlijk echt niet het geval. Maar dat is iets bij mijn rijschool doen ze dat niet. Dus de examinator gaat nooit mee. Ik bedoel, de instructeur gaat nooit mee tijdens het examen. En het idee daarachter is, heb ik begrepen, want ik heb het wel gevraagd, dat de examinator waarschijnlijk iets soepeler is, iets vergevingsgezinder is. Dus stel je maakt een klein foutje, wat eigenlijk misschien betekent dat je gezakt bent, dan zou die kunnen zeggen,
ah joh, zien we door de vingers. Terwijl als je instructeur op de achterbank zit mee te kijken, ja, dan kun je dat natuurlijk niet doen. Dus dat was het verhaal. Ik geloof het eigenlijk wel, want ik denk dat het geen pretje is om een half uur lang bij het CBR van die vieze koffie te drinken. Dus ja, dat zal het wel zijn. Maar goed, mocht je ook genieten van horrorverhalen, dan scroll even die comments door bij vlog nummer 721. Iemand vertelt dat er een enorme sneeuwbui was precies op het moment van het examen. Alle stoplichten hadden een storing, lees ik ook. En iemand vertelt dat hij er 7 keer over heeft gedaan, maar dat hij inmiddels en zijn motorrijbewijs en zijn vliegbrevet heeft gehaald. Dus voorlopig hou ik er even hoop. Ik weet niet of ik het 9 keer ga proberen. Ga ik maar weer eens terug naar die zieke poes. Arme Kai. Ja, ik hoop natuurlijk iedere keer dat het dan weer net iets beter gaat. Dat ik eindelijk zie dat hij misschien iets van een van zijn vele schoteltjes heeft gegeten, maar ik vrees het niet. Met jou. Dat is je lievelingseten. Hij is 2 dagen niet buiten geweest. En zul je zien dat net 5 minuten voordat we naar de dierenarts moeten, denkt meneer, goh, laat ik eens even in de zon gaan zitten. Op zich misschien wel een goed teken dat hij wel weer naar buiten wilde. Zo, daar zijn we weer. Zo. Nou ja, heb je gelijk weer honger? En we zijn weer terug van de dierenarts. Heeft het heel goed gedaan. Niemand gebeten, alleen een beetje gegromd. En de dierenarts denkt dat hij misschien een virus heeft. Een griepje, zeg maar. Een kattenvirus. Hij had koorts. Thermometer in zijn kont gestoken, dat vond hij geen probleem. Want ondertussen zat hij gewoon lekker dat natvoer van de dierenarts te eten. Terwijl, ik heb alles geprobeerd de afgelopen dagen, maar dat lust hij dan ineens wel. En nu gaat hij hier ook alweer zitten eten. Hij heeft een prik gekregen tegen de koorts. Als het goed is, werkt het al binnen een paar uur. Ik heb nog iets gekregen voor morgenochtend, dan moet ik hem nog 1 keer geven. En dan zou het eigenlijk morgen alweer gewoon een stuk beter met hem moeten gaan. Hij heeft ook zijn blaas gevoeld. Nou, die was helemaal niet vol. Dus het is niet zo dat hij niet kan plassen. Hij was gewoon te lui om naar buiten te gaan, denk ik. Of ja, te ziek om naar buiten te gaan. Toen zei je, als een kat zo'n koorts heeft, dan heeft hij ook heel erg spierpijn. Dat is waarom hij een beetje zo stram als een oud mannetje bewoog. En hij leefde bij de dierenarts leefde hij alweer een beetje op. Maar ik dacht, dat is misschien ook de adrenaline. Want er was ook een hond. Hij zat zo naar die hond te kijken. Wat is dat? Maar goed, dan heeft hij ook wat gegeten. Hij heeft nu hier wat gegeten. Ik hoop dat hij zo nog wat water gaat drinken. Oh, ik heb hem weer zo druk gemaakt. Ah, hele nacht zitten denken over, ja goed, het worst case scenario was dat hij een of andere dodelijke ziekte had. Ik zag al helemaal voor me dat ik hem dan gelijk moest laten inslapen, omdat hij heel veel pijn zou hebben. Nou ja, ik ben dus zelf helemaal geen hypochonder, integendeel.
Ik wacht altijd jaren voordat ik een keertje naar de huisarts ga met iets. Maar ik ben een soort plaatsvervangend hypochonder voor Kai. Iedere keer als hij over iets heeft, dan denk ik... ga dood. Ja, hoe voel je het bij de dierenarts? Dat is wel een lieve, hele lieve vrouw is dat. Ze zei ook dat het... ze vroeg nog, heb je bloemen in huis? En toen vertelde ik dat ik dus vorige week inderdaad een bos bloemen had gekregen... met een lelie erin, maar die heb ik gelijk weggedaan... Maar ja, ik was natuurlijk toch bang dat op een of andere manier, die, voordat ik hem weg had gedaan, dat hij al zijn stuifmeel had verspreid. Maar ze zei, het lijkt helemaal niet op nierfalen. En dan zou hij ook geen koorts hebben. Dan zou hij gewoon helemaal een soort lethargisch zijn. Hij ging lekker liggen op die behandeltafel en lekker grommen, lekker spinnen. Hé? Hey? Genoeg in de zon gezeten en tijd om boodschappen te doen. Ik maak eigenlijk nooit echt een lijstje als ik boodschappen ga doen, maar ik had wel bedacht, ik heb wasmiddel nodig, eten voor vanavond en misschien iets lekkers van de paasafdeling, of zou ik die kunnen weerstaan? Even ruiken. Ja, die vind ik wel lekker. Die neem ik mee. Eitjes. Nee, geen eitjes. Ik ben sterk vandaag. Bonus, 1 euro nog wat. En natuurlijk de korte bon om de wereld te redden. Ziens. Even het zelfscan personeel gedag zeggen dat nooit iets terug zegt behalve die ene hele leuke jongen. En op naar de keuken. Ik ga een AVG'tje maken met heel veel groenten, gebakken aardappels en kipschnitzel. Ik heb een lekker, eigenlijk een soort AVG'tje gekookt met lekkere knapperige gebakken aardappels. Zo, als je zelf gewoon je aardappels snijdt en kookt en bakt, ik heb ze niet eens geschild, zijn ze zoveel lekkerder dan wanneer je van die voorgesneden aardappeltjes koopt uit de supermarkt. Ik zou niet weten waarom, waarschijnlijk zitten er toch allerlei conserveringsmiddelen bij of zo. Echt een andere smaak. Verder... broccoli, paprika, groene asperges, ui, knoflook en een iets te hard gebakken kipschnitzel. En ineens was het 2:30. Na het eten werd ik geappt door een vriend die vroeg... Ik ben in de buurt, zal ik langskomen? Ben je thuis? Nou, ik was thuis en ik had een lekker flesje Prosecco. Toen hebben we daar heerlijk leeg gedronken. Dat was erg gezellig, maar niet echt geschikt voor de vlog. Ik ga nu lekker slapen. Morgen wordt een hele leuke dag. Nou, althans, één heel leuk ding. Dus eerst heb ik therapie. En dan ga ik met mijn moeder naar
de uitvoering van de Johannespassion in de Sint-Joriskerk, waar ik vorig jaar ook ben geweest met mijn moeder en mijn broer. Vond jij daar toen ook mee? Ik vond het vorig jaar zo ontzettend mooi dat ik heb me er helemaal op verheugd al wekenlang. En hoe gaat het nu met Kai? Ik weet het niet zo goed. Hij is wel wat levendiger. Hij heeft wat gegeten, maar nog steeds niks gedronken. En zijn brokjes die hij normaal gesproken eet, ja, die keurt hij gewoon geen blik waardig. Dat is toch wel gek. Ik ben er niet helemaal gerust op, eigenlijk. Hopelijk komt hij vannacht lekker bij me liggen. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag morgen weer. Kijk maar even. Doei!